Vorig jaar ontmoetten we op het eiland Isla Margarita hotel-eigenaar Francisco, die iets wilde doen aan het lot van zwerfdieren. Hij besloot een eenvoudige dierenkliniek te openen, niet voor de rijken, maar voor de armen. En we troffen ook de Nederlander Mark Vos, die tijdens een vakantie hier, net nadat zijn eigen hond Rakker was overleden, besloot te helpen. Ik denk dat ze ermee te maken heeft. Omdat, ja, het was een kanje van een hond gewoon en... ja, dat in mijn achterhoofd misschien toch een drijfveer is. Van mij heb je niet meer, maar ik weet er duizenden die je gigantisch kunt helpen. Van doe dat dan nog voor mij. Nou, en dat is dan een taak, ja, dat doe ik graag. Ja, het doet me iets. Het is echt, het is puur. Een dier veroordeelt je niet. Een dier is eerlijk. Ga je 30 keer op een dag weg, is het 30 keer blij dat je terugkomt. Nou, wat is er nou mooier? En moeten we dat verwaarlozen? Moeten we zeggen van je hebt geen recht om te leven? Moeten we dat op straat schoppen? Nee. No way. En we komen er wel. Het gaat lukken. Een jaar later. We zijn terug op Isla Margarita, het kleurige eiland met stranden vol toeristen, maar ook, verstopt achter de grote hotels, deze sloppenwijken. De kliniek is in een jaar tijd, vooral door hulp van Mark met zijn stichting Dierenhulp Venezuela, een heleboel veranderd. Alles is grondig geschilderd en vooral de behandelkamer ziet er een stuk beter uit. Betegelde wanden, een verlaagd plafond, onderzoekstafels, airco, genoeg medicijnen en een bibliotheekje. Op de binnenplaats moet er nog veel veranderen. Door de golfplaten daken is het hier veel te heet. De cementenvloer is absoluut onhygiënisch, er is geen stromend water en er is te weinig ruimte voor te veel dieren. Het tempo waarin de aanpassingen worden gedaan zou ook best wat hoger kunnen. Maar we zijn hier in Venezuela, een land dus met een andere cultuur en het is hier verschrikkelijk heet. Vrijwilligers doen het werk en in plaats van kattenbakgrit, dat veel te duur is, worden oude kranten gebruikt. Gelukkig heeft iemand de kliniek een stukje land geschonken dat voorlopig als speelweide voor de honden wordt gebruikt. We komen nu de hele nieuwe operatiekamer in. Operatiekamer die nu voorzien is van licht, van airconditioning, van schone tegels, van vloertegels. Eigenlijk alles wat je onder deze omstandigheden in een goede operatiekamer moet hebben. Sterilisaties, die zullen we hier echt op hele grote schaal uit moeten voeren. Daar draait het om. Dat is een stuk geboortebeperking. Daarmee dammen we ook het probleem in van continu kansloze pups, kittens, die geen enkele kans op leven of een toekomst hebben. En daarvoor doen we dit allemaal. Steriliseren, steriliseren, steriliseren. En dat gaat dan ook gebeuren, daar waar het het meest nodig is, in een van de sloppenwijken. Dierenarts José Bormans uit Sittard is deze reis meegekomen om vakantie te houden, maar ook om te kijken wat Mark hier allemaal doet en vooral ook om zelf te helpen. Het is een hele andere plek als bij ons thuis. Ik heb dit nog nooit natuurlijk gedaan. Ik ga altijd in een heel steriele omgeving, met weinig lawaai. Dus het is heel erg wennen, maar het heeft ook wel zijn charme, moet ik zeggen. Ik schat dat het hier op deze plek ongeveer 40 graden is. Schat ik. Normaal doe ik altijd een monddoekje voor, kapje, strille handschoenen, ook nog een jasje aan en dat is dus allemaal hier, wordt niet gedaan. Dus ik zal me aanpassen. We zijn nu bezig met een tapeje te steriliseren. De bedoeling is dat alleen de tepen op dit eiland gesteriliseerd worden en niet de reuien. Omdat reuien hebben de neiging om toch naar een andere groep tepen te gaan als hun eigen tepen gesteriliseerd zijn in hun omgeving. Dus dat heeft eigenlijk geen zin om de reuien te doen. Het zou wel fijner zijn, het zou minder ingrijpend zijn, makkelijker en goedkoper. Maar het is niet de oplossing, dus het zullen toch de teven moeten zijn. These people really take care of their animals. They love their animals. They just don't have the resources to take care of them to do this operation. And usually that's what we try to do. Let them have a place or somebody they can call. It's going to cost them any money. That way we improve the health of all the animals in general. En dan zien we Francisco er met een injectienaald vandoor gaan. See, there's a lot of mange, sarcoptic mange, which is a parasite of the skin. And in this kind of area, that's where there's the most. So by we prevent it with this. At the same time, this prevents heartworm, ticks, fleas, ear mites. So you know, it helps them the little they eat. Opzij, opzij, opzij. Maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben ongelooflijk haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te lang. We hebben maar een paar minuten tijd. We rennen, springen, vliegen, zij omvallen, opzij, vallen, weer opzij. Opzij, 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 blijf opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Keer misschien. José opereert nog steeds en vertelt ondertussen de lokale dierenarts iets over de moderne sterilisatietechnieken, zoals we die in Nederland toepassen. Ondertussen deelt Mark hondenvoer uit aan de kinderen die opeens heel snel ergens een plastic zakje vandaan hebben getoverd. In de kliniek worden niet alleen dieren opgevangen en behandeld, maar men is ook gestart met een adoptieprogramma. Wil je een huisdier? Dan kan dat. Je zet dan wel je handtekening onder een contract waarmee je aangeeft het met de diverse voorwaarden eens te zijn, zoals eens in de 3 maanden voor controle terugkomen met je dier. Sinds vorig jaar zijn er op deze manier al zo'n 200 dieren aan een nieuwe baas geholpen. En ook adoptiepoes Toulouse heeft het, zo te zien, prima naar de zin. Net als Marco. Je vindt zo'n beestje op het strand en dan zoek je een goed huis voor hem. Dat vinden we dan bij Elena. En nu zie ik hem na 4,5 maand terug en dat je dan weggaat en weet dat er een hond loopt met jouw naam. Ja, dat is perfect natuurlijk. 's Nachts om 12:30 op het strand gevonden. Zijn eerste kerstmis wat hij in zijn leven meemaakte toen. En dat heeft hij dus gelijk gedaan in een huis. En niet ergens op een strand tussen afval en ellende. Een ander initiatief is het zo regelmatig mogelijk bijvoeren van zwerfhonden en katten. En waar mogelijk deze dieren vangen en weer steriliseren. En dan neemt Mark ons mee naar een dorre, verlaten plek waar ernstig verwaarloosde paarden zouden staan. Deze paarden zijn heel slecht in conditie. Dat is iets wat absoluut niet iets is van een paar dagen. Dat loopt al weken. Ik denk ook als je nu niet erbij was geweest, dat nog een paar dagen, dan was het afgelopen geweest. Ik denk ook dat ze heel veel wormen hebben, als ik het zo inschat. Ze zijn ook heel triest, heel suf. Het trieste is ook dat er zo heel weinig schaduw is hier. En er is niks te vreten, dat zie je. Helemaal niets. Ik heb ze heel oppervlakkig onderzocht, even gekeken of ze bloedarmoede hadden, dat hebben ze inderdaad. Ze maken ook een uitgedroogde indruk en verder heb ik het daarbij gelaten. Want eerste prioriteit is natuurlijk eerst water geven en gedoseerd een beetje voer. En dat is dus ook gebeurd. Kijk, je bent dit helemaal niet gewend, dus het is een echte shock. Ook al ben je probeert je op iets ergs, maar het blijft vreselijk. Dat zal elke Nederlandse dierarts vinden, absoluut. Dit ken je alleen van plaatjes en niet uit de praktijk. Een van de paarden heeft het helaas niet gered. Ah, in triest. En dat zijn ja, momenten die je echt af staat te vragen van hoe bestaat dit, hoe kan dit. De Nederlandse normen die je in je hoofd hebt. Maar ik realiseer me terdege dat ik hier iedere keer de knop om moet gooien. Dat ik terug ben bij af, helemaal bij nul. Dat ik alles wat ik weet moet vergeten. Omdat het hier niet anders werkt. Maar het is frustrerend, heel frustrerend. En het enige wat je kunt doen is knokken, vechten voor dit soort dieren, vechten voor leven. Ik denk dat je het zo het beste kunt omschrijven, vechten voor leven. Dat ze een kans hebben, ze hebben rechten, net zoals mensen.